Ik wil heel graag heel ambitieus. En het is me ook al afgeraden door veel collega's van nou, Martijn, het is toch een reden waarom wij heel efficiënt werken tegenwoordig. Hè, met één menu, alles beheersbaar maken. Maar ik denk dat het toch de gast ten koste gaat van de gast. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Ja, à la carte. Ik heb niks anders gedaan. In Ierland bestond niet één menu. Ik bedoel, Cliffords Hotel, fantastisch, maar waren 70 couverts per avond op sterrenniveau. 12 jaar lang en het was gewoon een 5-5-5 menu à la carte en daarnaast een tasting menu met allemaal verschillende elementen. En hebben we ook onze amuses en onze miandises. En dat kregen wij ook rond met 7-8 man op continue basis. En ja, ik denk dat ik dat hier ook kan doen. Het gaat erom dat je het goed organiseert, maar dat je ook mensen erbij betrekt. En dat je niet als een soort koning op zijn troon regeert. Het is ook meewerken, participeren, luisteren. En ja, dan gaan dingen wel eens niet zoals je dat wil. En dat is ook prima. Maar ik heb ook geleerd dat wat er in mijn hoofd niet helemaal goed gaat, dat is voor anderen niet eens zichtbaar. En ik denk dat het wel een wijze les is. Dus het menu en Liz, ja, toch wel iets wat ik graag zelf wil zien. En dat is misschien heel egoïstisch, maar ik zie er altijd naar uit naar een restaurant toe te gaan om echt gewoon te kunnen shoppen. Hè, te kunnen grazen over een menu. En dat er een keuze is. En, dus ambitieus. Vier elementen van de kaart. Seizoenscollectie. Gerechten die een grootte hebben tussen een tussen- en een voorgerecht. Maximaal 8. Hè, dat gaan we vanuit het begin gaan we met een iets kleinere samenstelling werken. Ook om zeg maar, onze stappen te kunnen maken. En de brigade te laten wennen wat we doen. Je moet je voorstellen dat ik graag 2 vegetarisch, 2 vis en 2 vlees, daar gaan we mee beginnen. Daarin per gerecht het seizoen, de omgeving, het gevoel van de dag. Regent het, is het koud, ja, dan ga je niet met een caspazzo aan de gang, om even een voorbeeld te stellen. En daarnaast gewoon één bepaalde bereiding als highlight. Nou, dat is ook mooi. Daarna de signatuurgerechten. Ik ben opgegroeid met het culinaire vacendum, ook ooit is samengesteld met referentie uit het verleden. Daar hebben die mensen voor ons nooit gedaan, niet voor niks gedaan. Daar moeten wij ook respect aan tonen. Dus ik vind het heel mooi om dat als leidraad te gebruiken om een 5-6 signatuurgerechten op de kaart te zetten. Ja, dat zijn hoofdgerechten. Een artichaut Grand Duc bijvoorbeeld, dat is iets dat zie je niet. Zeetoen Lydia, lastig. Toen de Rossini kent iedereen, maar wij doen een hoevenkip à la Rossini, dat kan ook. En dat doe ik ook om ook de balans te houden, anders krijg je hoofdgerechten van 70 euro, dat moeten we niet hebben. Dus het moet ook heel erg toegankelijk blijven, maar wel spannend. En ook voor de brigade ook weer een leercurve. En dat gaat niet zeggen dat we de garnituren gaan maken op klassieke basis, maar we gaan echt onze eigen twist eraan geven. Nou. En daarnaast Nederland aan zee. We hebben hele mooie producten die daar aan vasthangen. En ik wil heel graag dagelijks zeg maar een collectie aan wat er uit de Nederlandse zee en de kust komt op de kaart zetten. En dat heel snel recht toe recht aan geserveerd. Een beetje zoals in Spanje. Hè. Als ze scheermesjes hebben, dan gaan die scheermesjes op de plancha, olijfolie, een beetje citroenzest en that's it. Dus dat zijn drie elementen. Eén is speelplaats voor de jongens. Iets wat toch wel een beetje vastgesteld is door een culinaire historische referentie. En een echte productkeuken wat heel snel kort en bondig. Dus geen grote volgekookte schalen op ijs. Dat is niet mijn idee van. Dat laat ik aan anderen over. Ik heb natuurlijk in Ierland ook, hè, let's go disco. Hè. Het was echt disco. Het was echt veel kleur, het was spannend, veel textuur. Het was altijd in beweging. Ik wil niet zeggen dat ik altijd zo'n soort contrabeweging maakte. Maar als één een schuim en een kidder me doet, dan doe ik het niet. Hè, dus ik blijf altijd een beetje die tegenreactie op. Maar ook gewoon wat me op dat moment ingegeven wordt. En hoe... wat er op dat moment om me heen gebeurt en hoe de brigade is. En dus ja, ik kook gewoon, ik kook voor wat ik ben. En ik ben ook niet zeg maar in één woord te vangen. En dat varieert ook. En ik heb er nog heel veel plezier in mijn vak. En ik vind het ook gewoon mooi om die klassiekers te koken, maar ook nieuwe dingen. Ik sta met Remy in de keuken. Remy heeft in zaken gewerkt, die natuurlijk toch een andere generatie vertegenwoordigen. Die natuurlijk niet... Ja, iedere generatie neemt zijn kwaliteiten mee en dat vind ik mooi en daar kan ik van leren. Dus mijn stijl die verandert ook zeer, maar het is gebaseerd op kwaliteit, het is gebaseerd op smaak. Het is gebaseerd op dat het verteerbaar is. Hè?
Ik heb een tijd gehad dat ik heel weinig met zuivel werkte. En heel veel gebaseerd op groentes. Het 80-20 principe ben ik toch mee naar Ierland toegegaan, want ik werkte in de kas. En van Gert-Jan heb ik dat heel erg geadopteerd. Maar ja, dan kom je in Ierland, wat natuurlijk niet echt het land is van, nou, we gaan heel veel groentes eten. Dus dan moet je ook in aanpassingen maken. En dat zie ik nu ook weer voor me. Ik maak gewoon graag een aanpassing. En ik niet zozeer uit het oogpunt van dat het moet. Dat is eigenlijk een logische consequentie. Ja.